And this boy hates. Stop. Ah ja, ik ga zo naar de kapper, ja. Oh my gosh, en dan is mijn haar, heb ik highlights in en zo. Oh my gosh. Ik weet echt niet wat ik ervan moet denken. Ik ga een klein beetje filmen, want ja, de camera die ik gebruik, die is leeg. Die is leeg. Dan vraag je je af, waarom laat je hem dan niet op? Als je de oplader niet kan vinden, dan ja, gaat dat een beetje moeilijk. En de standaard ligt bij mijn pa en zo. Ik ga een beetje filmen, wordt een beetje gaat. Daar heb ik een beetje toestemming voor, maar ja, verder, nee. Oké, okay, ik ben nu weer de kapper. Dat is mijn eerste nu. We gaan eerst even mijn haar knippen. Daarna gaan we zeg maar de puntjes gewoon wat lichter maken, toch? Ja. Dus ik ben benieuwd. Oké, dus nu het spul pakken. Let niet op mijn haar, by the way. Ik heb er altijd een eigen. Ik ben ook. Ik heb hem nu geknipt. En nu gaan we dat blonde doen, zeg maar. Oké. Vind je het wat? Oh, dat is wel even wennen, ja. Guys. Wat? Oh, dit is zo wennen. Oh, ik weet niet eens wat ik ervan moet vinden. Ik weet het gewoon niet. Ik vind het niet echt fucking lelijk, maar het is ook niet echt zo dat ik zeg van, hey, ja. In ieder geval een hele grote shout-out naar Nanja's Kapperzaak. Volg hem op Facebook en link in van hun website hier beneden. Ik wil, ja. Nou, hier zou ik mee moeten rondlopen tot ik weer naar de kapper toe moet. Zeg maar. Ja, dames en heren, ik heb nu dit kleur haar. Onderhand ben ik er alweer aan gewend en mensen op mijn school ook een soort van. Ik heb dit gedaan omdat Niek zeg maar blauw haar heeft en Miguel heeft nu ook bruin haar, zoiets. Dus toen dacht ik, nou, dat doe ik dat ook. Dan maak ik het ook gelijk goed voor die blond, zeg maar, dat ik ooit zei dat ik blond zou gaan. Nou, ik heb nu mijn haar kleur veranderd naar dit. En je zou denken, er is bijna geen verschil, Jason. Jawel, dat is er wel. In ieder geval, zo zie ik er voorlopig zo uit. Dus, vond je deze video, dan zeker een blauw duimpje omhoog. Wil je niet meer abonneren, zie ik je zeker de volgende keer weer. Dit was een korte video, maar dat maakt niet uit. En we zijn nu al bij de 490 abonnees, jongens. Wow.